Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Intro Nieuws. Vandaag is alweer de vierde aflevering. Mijn naam is Lorijn Zwakman en vandaag is het donderdag 21 augustus. De vierde dag van de intro begon op een wel speciale manier. Anne rolde uit haar bed en ging meteen naar een wake-up party in de Fuik. The sun is shining, I feel good. No one's gonna stop me now. Oh yeah. It's a beautiful day. I feel... Helpt dat nou goed tegen een kater, zo'n feestje? Altijd. Beste remedie, denk ik. Ja. Ja, je bent ook nu al aan het bier, of dan nog niet? Ja, zeker. En Teddy, heb je nou je zin? Heb je nog een beetje de kater? Wat ben jij daar aan het zingen? Water? Wodka? Oh, dat mag het wel, toch? Ja, ik dacht, haar kan ik wel overtuigen met mijn shotjes te doen. Ja, dat denk ik wel. Heb je lang geslapen vannacht of sta jij gewoon al sinds gisteravond hier achter de bar? Nee. Ik heb wel iets meer geslapen vannacht. Ja, we hebben afgewisseld van tevoren. Ging om 7 uur weg. En ik kwam om 8:30 weer aan. Ben jij voor het bieren voor de ochtend kunnen zien? Allebei. Gewoon een beetje fout ochtend. Now we sit down and watch your man a live. Watch your man a own a who a roll big. Sit down and a plan fi come put man pa bridge. Remember when we did go and a roll big. Jongens, ben op dit feest. Klopt. Hoe is dat nou? Ja, valt het wel mee. Het is niet vreselijk of zo. Je vindt het wel leuk feesten met al die meiden elke keer? Maar, geen probleem. Zoals je net al zag, heeft Anne weer een nieuwe Mr. Sexy Time gevonden. Mr. Sexy Time 2.0 in dit geval. Daarover straks meer. Maar nu eerst gaan we naar Jesper. Hij ging op bezoek bij Americanistiek, waar ze een echt Engels ontbijt kregen. Jesper, ik verwacht meer van je dan gisteren, ja? Hello, I am Jesper Holmes. And this is already the fourth day of the introduction. I was asked to investigate if this breakfast here is truly an English breakfast. It should consist of eggs, bacon, and sausages, and I'm here to investigate if that's the case. Let's go. Well, it looks crunchy. Those breads are somewhat old. That's some sort of meat, but I don't know which one. Cheese, butter, bacon, eggs, and this is where the sausages should go, but they aren't here. Hello! How was the breakfast? It was amazing. It's pretty good. It's really good, yeah. They have a lot of bacon, so we're all happy. Don't you miss something really important in this breakfast? In this breakfast? Eggs, bacon, and sausages. Yes. And they aren't here. What the hell? It's too bad. I don't have any bacon, but this shall compensate for it.
Bedankt Jesper, dat was weer een sterk staaltje televisie. Goed, ik weet niet meer hoe ik ze moet aankondigen. Jeroen en Leon, take it away. Ja, Lorijn, het is allemaal weer een beetje gisteren waar we zijn. We zijn op het moment op de Gemmenjeson. En daar is de handensport en bewegen. Juist. Fijn. Nou, volgende item dan maar. Teun, die toonde gisteren een heleboel swag, maar nu heeft hij een andere levensrichting gekozen. Hij heeft een hoge hoed op, hij heeft zijn klessines gevonden en staat bij het cultuurfeest. Teun? Ja, Lorijn. Ik wil me ten eerste verontschuldigen voor mijn gedrag van gisteravond. Ik heb termen als swag gebruikt en heb naast dronken, zweterige mensen in de club gestaan. Ik heb een spoedcursus classiness vanochtend gehad. En ik ben hier op het cultuurfeest om even te kijken of ik mijn cultuurfactor kan verhogen. Let's go! Ik dacht, ik ben hier op het cultuurfeest, dus ik hoop de cultuur aan te treffen, maar ik zie nog steeds dronken mensen. Wat voor mij vermakelijk is als iemand van de hogere klasse, maar ja. Okay, we zien hier op de achtergrond zijn mensen volgens mij de allereerste Mario game aan het spelen. Zeker classy. Oculus Rift, volgens mij heet het zo. Het is nog niet echt classy omdat het vrij nieuw is, dus meestal zijn oude dingen zijn classy, dus of 10 jaar, meh, maakt de kans. Wat is nou echt cultuur? Voetbal en cabaret. Een of andere plebeier heeft net mijn hoed gejat. Niet classy. Déclassé. Niet classy is Frans, déclassé. Wat betekent cultuur nou precies? Is dat nou een rare vraag? Classy. Ah, subliem. Oui. Oh, 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 oh. Guess who's back? Guess who's back, back, back again. Jamie's back, back, back. Tell a friend. Mijn rek. Classy. Ah, you're a classy guy. A nice hat. A nice beard. Moustache. We call it a moustache. Nou mensen, jullie hoorden het. Ik ben classy. Ik ben cultureel beschaafd. Ik ben superieur aan de plebs. Vooral die klootzakken die mijn hoed heten jatten. Ik ben naar de kap geweest. Nieuw kapsel. Ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Stuur jullie tweets naar @campus in beeld of gebruik hashtag intronews. En wie weet verschijnt jouw tweet wel in de uitzending. Terug naar jou, Lorijn. Bedankt Teun. Dan gaan we nu van een heleboel classiness naar een heleboel sexiness. Anne die ging namelijk op zoek in de Molenstraat naar sexy mensen. I like it. Ja Lorijn, al die sexy mannen. Maar er moet er gewoon eentje zijn die uiteindelijk de enige echte Mr. Sexy Time van deze intro wordt. Ik ga hem zoeken. Zoek naar de nieuwe Mr. Sexy Time. Wil je eventjes je meest sexy pose aannemen? Oh my shirt, too sexy, oh my shirt, so sexy, it hurts. Ja, ah? Ja, ik zoek nog even door. Kun je even je meest sexy pose aannemen? Dan kan ik het even bekijken. Mijn meest sexy pose. Kun jij mij even jouw meest sexy pose laten zien? Oh, ik vind hem wel, ja. Ja, nou, ja. Ah, volgens mij zit hem. Ik denk dat er wel iets tussen zit. Oh, oh. Hè, voor de spiegel. Ja, altijd. Dat is de bedoeling, hè. Oeh, ik ben toevallig op zoek naar de Mr. Sexy Time vanavond. De nieuwe Mr. Sexy Time. De sexyste man van deze intro. Oh, dan heb je hem al gevonden, of niet? Dat is makkelijk gevonden. Ja, dat dacht ik al. Zou jij even jouw meest sexy pose willen laten zien? Ja, dat is, ja. Ja, ik kan ermee door. Jullie hebben zo'n sexy pakje aan. En laat ik nou toevallig op zoek zijn naar de sexy Mr. Naar de nieuwe Mr. Sexy vanavond. Ja, willen jullie even samen je meest sexy pose laten zien? Ja, sexy! Oh, ik
vind hem goed. Ik ben op zoek naar de nieuwe Mr. Sexy, de meest sexy man van deze intro. Ja, weet je, ik ben niet echt per se sexy. Het is meer een totaal plaatje dat gewoon compleet is. Wil je anders even je meest sexy houding aannemen? Ik zoek losgaande mannen, mannen die sexy poses aan durven te nemen. Ik ben op zoek naar de nieuwe Mr. Sexy Time. Ja, ik, bij mij moet je ook eigenlijk niet stiekem niet zijn, maar ja. Nee, wil je niet even je meest sexy pose aannemen voor mij? Ja, ik vind hem mooi. Dat is hem, dat is hem. Ja, ik denk vrouwen die zien dat en die denken ja. Ongelooflijk, ongelooflijk. Nou Lorijn, ik weet het nog niet met die sexy mannen vanavond. Ik heb de Mr. Sexy Time in elk geval nog niet gevonden. Maar misschien moeten we het even aan onze kijkers overlaten. Zo. Ja, Anne, dat lijkt me een uitstekend idee. Dus kijkers, it is up to you. We hebben een heel scala aan sexy mannen. Dus breng je stem uit, reageer op Facebook en zend een tweet naar Campus in Beeld met hashtag intronieuws. En wie weet hebben we straks de enige echte Mr. Sexy Time. Goed, zijn we alweer toegekomen aan het laatste item van vandaag. De Mexican Party. Keita? Lore is daarbij over. Het is chaos. Het is crisis. Er zijn Mexicanen en ik sta voor paal. Bonito gasolina. Mexicaans ABC, welk woord weet jij? Zeg een letter, zeg een Spaans woord met dat woord. De K van tapas. Want tapas, dat is echt typisch Mexicaans. Tapas in Mexico is goed te eten, is lekker. Maar nog meer leuke vragen, maar iets anders over dan tapas. Tapas heb ik niet zoveel mee. Doe je wel salsa dansen? Heb je dat Antilliaanse in dat je salsa kan dansen? Eva Mendes, Gringo Costa Chorizo, Santa Maria, Tex-Mex, Shakira Nacho, Salsa, Sombrero Gato Negro, Mojito Old El Paso, Madrid Chihuahua, Adelaide, por favor, Daniela, Chiarocho, Borrero, Viaro, Jalapeño, Cerveza, A, B, Vamos a doer, Macarena, mi amigo, leve la vida loca. Ik heb een Mexicaans vriendinnetje gehad. Wat is het belangrijkste Mexicaanse woord dat je van haar hebt geleerd? Ja, tequila. Hoe zeg je ik hou van jou in Mexicaans? Weet ik veel. Nee, ja, vast geleerd, maar niet onthouden. Je een Mexicaans woord weet met de letter P. Gewoon gokken. Ik heb echt geen idee. Kom een Mexicaans woord, een woord wat je wel weet. Puta. Samen met de prezes van Ojo ga ik nu samen tequila drinken. Dit was echt een perfect succes. Echt fantastisch, dankjewel. Kila. B. Vamos. P. Playa. A. A. L. A. La. Ik versta het niet. Leve la vida loca. Hoe gaan we die doen? En je snuift het zo, vervolgens drink je de lekkere tequila en knijp je het citroentje uit in je ogen. Let's do it! Laatste shotje van de avond! Suicide tequila! 3, 2, 1! Dat was hem weer voor vandaag. Morgen zijn we er uiteraard weer. Dan is mijn liefdevolle collega Sven weer aan de beurt. Sven, succes. Tot die tijd heel veel plezier met alle activiteiten van de introweek. Veel plezier op jullie introweekend. Tot die tijd zie ik jullie niet meer. Maar volgende week ben ik uiteraard terug. Dus tot snel. Jongens, wie ruimt dit op? Ik heb weekend.